Donderdag 23 mei was een belangrijke dag voor het ambitieuze roeievenement Roeien tot Altena. In de haven van watersportvereniging Woudrichem werd na maandenlange noeste arbeid door de leerlingen van het Willem van Oranje College uit Aalburg de door hun gebouwde Sint-Eelskif te water gelaten. Burgemeester Frenzel was aanwezig om de vlag van de gemeente Altena te plaatsen. De naam van ons nieuwe bootje, van onze Sint-Eelskif. De officiële doop van de skif vindt plaats in het Duitse Dillenburg. Daar krijgt hij de naam Willem van Oranje. Hoe bijzonder is dit project? Nou, het is een heel bijzonder project. Dat je toch eigenlijk al in de tijd van de drie gemeentes die gingen fuseren een project hebt waarin het ideaal is dat er een echte Altena regatta komt. Hè? Een goede strijd met boten op het water hier in de gemeente Altena. En het leuke is dat op de school, de Willem van Oranje College, dat daar de eerste skif is gebouwd, of een van de eerste, dat jongeren het vak leren en dat jongeren uiteindelijk ook Altena Duitsland met Altena Nederland verbinden. Nou, wat is er nou mooier? Daar kom je toch voor als burgemeester om daar een vlag aan te bieden. Nou, die vlag is natuurlijk het symbool van Altena, van de gemeente Altena, met het logo van de Nederlandse gemeente Altena erin. Dus die hele 300 kilometer roeien, daar is de gemeente Altena Nederland zichtbaar. En dat is alleen maar mogelijk dankzij deze fantastische helden die die dagen allemaal gaan doen. Het zijn de docenten geweest die met bezieling die jongeren enthousiast hebben gemaakt. Het zijn sponsors geweest, het is de school die het mogelijk heeft gemaakt, de watersportvereniging. Nou, vele andere mensen die mogelijk maken dat, ja, ik zou bijna zeggen, die hele maritieme karavaan vanuit Altena Duitsland gaat vertrekken en naar Altena Nederland komt. Nou, dat is uniek. Wat betekent dit roeiproject voor de hele gemeente Altena? Ja, ik zou bijna zeggen, mooier kan het niet. Hè. Jonge mensen die passie in het milieu, want ze gaan ook plastic verzamelen op die tocht. Ze gaan sportieve prestatie neerzetten, want ze gaan roeien. En ze gaan Altena Duitsland met Altena Nederland verbinden. En dat allemaal in het eerste jaar van onze nieuwe gemeente. Eigen jongeren, een eigen boot gebouwd. Nou, een trotse burgemeester. Mijn echte boot hoort een echt boegbeeld. En de derde klasleerlingen van de afdeling Bouwen, Wonen, Interieur, die hebben dus de uitdaging aangegaan. En die zijn aan het tekenen en bedenken gegaan. En de winnaar, die heeft het boegbeeld gemaakt. Nathan in het veld, hij is hier niet bij. Ingepakt in bubbeltjes plastic. En wat wordt dat dan? De stier. Het ontwerp wat gewonnen heeft, dus aan de ene kant de Nederlandse vlag en aan de andere kant de Duitse. En daarmee gaan wij dus het ruime shop kiezen volgende week. Henk, wat voor impact had dit project op de school? Nou, in het begin is het een beetje afkijken, maar nu is het een project wat staat. Dus iedereen is enthousiast, dat merk je hier ook wel. En nu is de volgende uitdaging dat roeigebeuren van Altena tot Altena. We beginnen op zaterdag. De eerste dag moeten wij 106 kilometer zien te overbruggen. Vooral die eerste zaterdag is een flinke uitdaging. En het is zelfs zo, het eerste stukje zijn gedeeltes bij die zo ondiep zijn dat er zelfs niet te varen valt. Dus we hebben een proloog en dat wordt een wandelproloog van burgemeester Marcel Frenzel en schooldirecteur Lida Spuibroek. Die gaan die 15 kilometer wandelen. Ze krijgen ook een letter mee van de naam van de boot. Nou, en na iedere etappe een volgende letter. En als we dan uiteindelijk weer terug hier zo in Altena, Nederland zijn, dan staat de hele naam op de boot. Hoe vond je het bouwen van het schip? Heel leuk. En apart dan normaal. Anders dan normaal, ja. Ja. En hoe kijk je uit naar het daadwerkelijk gaan roeien straks? Ja, het is niet heel veel bijzonders, denk ik. Dus het zal wel goed komen. Ja, iedere week zijn de jongens gaan trainen en ik heb 8 keer meegedaan. En dan een uur per middag en dan weer terug naar school. Dus straks moet je iets langer varen dan een uur? Nou, een uur en dan 2 uur rust en dan weer een uur en zo de hele dag door. Dus het komt wel goed. Ja. En het is, nou het nou af is natuurlijk, is het, het is gewoon een prima resultaat voor 3 leerlingen en een ervaren man. Dus ja, ik ben er wel trots op eigenlijk. Ja. Yeah!
Vandaag is de skifter water gelaten, maar hij is niet gedoopt. Nee. Dat doen we op een aparte gelegenheid. Want de Willem van Oranje die gaat naar Dillenburg. En wij als Willem van Oranje College, die komen uiteindelijk onze naam daar ook vandaan. Dus we gaan in Dillenburg gaan we hem dopen. En vervolgens gaan we dus naar Altena om onze roeitocht te beginnen. Zijn er de Belgische? Nee, helemaal goed. Niet zijn er.